Zoals velen van jullie weten, plak ik iedere Disco Donderdag een heel mooi kaartje op. Ik heb de muur gehad, ik heb het raam gehad. En nu moeten we eigenlijk een nieuwe plek gaan verzinnen. En ja, er waren mensen in de reacties die zeiden: plak het op je piano, plak het op de balk boven je bed. En ik zat zo van, nee, dat ga ik niet doen. Ik heb namelijk nog ontzettend veel van die klote kaartjes dat ik gewoon letterlijk de deur wil gaan volplakken. Deze hele doos zit vol met van die klote kaartjes. En ik zat er van, ja, ik kan er wel op mijn piano op die balk gaan zitten, maar dat is niet zoveel. Dus als ik nou gewoon de hele deur ga proberen vol te krijgen, dat zou misschien nog leuk zijn. Dus we gaan zo meteen zo'n kaartje erop plakken en dan gaan we daarna de intro doen. Kaartje nummer 1 op de deur. Ik ben altijd Melvin, nog steeds de beste Insta-eigen soort. Dit is Disco Donderdag, dus nog snel mijn Discord. Ik reageer op video's die jullie naar mij sturen. Op zoek naar de allerleukste figuren. Klik op de invite dus onder deze video en stuur iets in van een heel erg slecht niveau, waarop ik dan misschien wel ga reageren en lach om deze nieuwe Disco Donderdag. Yo, Melvin! En welkom terug bij inderdaad een hele gloednieuwe aflevering van Discord Donderdag. De leukste serie van heel YouTube Nederland. Vandaag ga ik weer kijken naar video's die jullie hebben achtergelaten op mijn prachtige Discord kanaal. Bladibla, dat is het concept. Bladibla, vet leuk. Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. En ja, die kaartjes, ik ben benieuwd hoe ver we gaan komen. Dat is het wel een beetje. Abonneer op mij, want er zijn nog steeds vet veel mensen niet op mij geabonneerd. En nu gaan we naar de allereerste video. Coole Latijnnaam vallen, Macarena. Ik heb nooit Latijn gehad, maar ben heel benieuwd. De uitgangen van de zelfstandige naamwoorden in het Latijn. Groep 1, A, E, I, A, I, Am, A, I, A, U, Is, A, Is. Oes, Pi, O, Oem, O, Pi, Oem, Is, Os, Is. Oem, Pi, O, Oem, O, A, Ik heb geen idee waar dit is. Wat? Zelfstandig naamwoord? Niks is I, M, E, S, Oem, I, Boes, S, I, Boes. Ik ga eerlijk zijn, door dit prachtige liedje en deze super kwalitatieve video ga ik echt wel al deze naamvallen onthouden. Deze video heet Bomen zijn relaxed van Luc en Gijs. Die boom daar, hè. Vet relaxed, man. Zie je? Hij staat daar gewoon. Die boom, ja. Wat is dit? Die boom, man. Ik denk... Ik denk dat ik weet wat deze jongens hebben gebruikt. Die hebben denk ik even lekker een wietje gehad. En toen waren ze in een leuke bui en hebben ze dit wietje gemaakt. Die geloof wel scheid aan, jongen, die boom. Ja, hoor, scheid. Waarom klinkt het ook gewoon grappig? Gewoon relax. Ik moet toegeven dat het best wel leuk klinkt. Bomen zijn relaxed. Dit is nog 4 minuten, hè? Oké. Hey, boom. Hey. Holy damn, dit is eigenlijk echt... Wow. Ja, Luc en Gijs, ik vind het net iets te lang om af te luisteren, maar hij was wel echt supergoed. Ik vind een klein applausje wel waard. What the heck? Het erge eigenlijk van deze video is... Het is geüpload door SBS6 zelf. What the heck, serieus? Meestal worden dit soort video's door meme-kanalen of zo gemaakt. Maar nee hoor, SBS dat moet mee met de tijd. Dus dat heeft gewoon een stagiair of zo dit laten maken. Dat kan gewoon niet anders. Oh my god. Wat een goed. Wat een gezeik. Wat een gezeik. Het is ook gewoon goed. Het is echt wel echt goed. Ik kan hier wel los op gaan. Ik zie het al helemaal voor me. Weet je wat wel een beetje het jammer is? Ik zie dit voor me dat het in de club wordt gedraaid. Maar helaas kunnen we niet naar de club gezien alle omstandigheden. Dus ja. Maar dat maakt niet uit, want ik ga gewoon los. Niet zo hard slaan. Wat de heck, dit is echt gewoon... Dit is eigenlijk te goed. Dit is veel te goed voor SBS6, holy damn. Wat een leuke video, ik vind hem heel leuk. Oh mijn god, horror solder. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon een hele grappige titel.
Oh mijn god, jongens. We zijn in de op de hongerzolder. Oké. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit is zo eng. Oh mijn god. Is het een of andere bash naar Dutchtuber? Huh? Daar. Oh mijn god. Gewoon, je... Ja, heel eng. Oh mijn god. Het is ook wel echt heel goed gefilmd ook. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh my god. Schrik me kapot. Oh mijn god. Secret camera. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik ben wel echt benieuwd of er nog iets gaat gebeuren, maar... Oh. Oh, oh mijn god. Gucci? Christian Dior, jezus, die mensen hebben geld. Maar nu filmt hij echt weer helemaal niks. Wat doet hij? Wat is dit? Dit is toch echt gewoon... Ik moet op een of andere manier echt denken aan Dutchtuber. Die maakt dingen ook gewoon heel spannend en eng en het is gewoon allemaal fake. Dit is, sorry. Ik weet niet waarom, maar ik moet er gewoon aan denken. Dit is gewoon letterlijk Dutchtuber. Hij maakt gewoon alles eng, terwijl er niks is. Voordat we naar de volgende video gaan, ga ik voor het allereerst in de geschiedenis van Disco Donderdag een waarschuwing geven. Voor mensen die een zwakke maag hebben en niet tegen vieze dingen kunnen. Ikzelf had er ook moeite mee toen ik er naar keek, dus wees gewaarschuwd. Hoe de fuck krijg ik dit op mijn... Wat? Waarom krijg ik dit op mijn Discord? Oké. Nee, ik heb echt kippenvel hoe onverwachts en creepy en eng dit was. Is. Ik heb het nog op mijn beeld Wat? Ik moet hier eigenlijk een beetje van bekomen. Ik kom niet eens uit mijn woorden. Oké. Hoe komen jullie bij zo'n video? De titel is ook gewoon... Oh! Dit is echt heel naar. Holy damn. We moeten maar echt heel snel naar wat anders gaan. Loes met vissenkop. Ik hoop dat dit mij een beetje op kan vrolijken. Jullie staan nu op de film, hoor. Oh. Wat is dit? Oh my god. Wat heb jij een enge? Oh, dat is jouw vinger. Wat is dit nou weer voor? Die kan je de bek in. Voor huisvrouwenhumor. Gaat het, Loes? Waarom reageer ik hierop? Echt waar. Dit is misschien net zo erg als die vorige video. Oké, dat is een grapje. Maar het zit wel in de buurt. Welkom bij een nieuwe video van Vince en Peter. Gaan we lekker iets heel leuks doen. We gaan namelijk... Wat? Ben je Vince en Peter? Ja? Video's zijn slecht. Pff, god maken, jongen. Zeg dat mijn video's slecht zijn. Wat is dit nou weer? Het schild. Ook gewoon die camera kwaliteit is echt dramatisch. Wat in de heck gebeurt hier? Hij is nu geraakt of zo? Ja, man. Ik ga je helemaal neerschieten. Wat de heck is dit? Bloopers? Alleen moet ik denk wel zeggen. Wat is dit voor slecht iets ook eigenlijk, hè? Sorry voor de grinch video. Grinch? Ja joh, grinch. Ik heb geen idee. Dit zijn altijd van die video's dat ik echt zo zit van... Ik vind het leuk dat zulke jongens van die video's maken... dat je ermee bezig bent. Maar het is eigenlijk ook alweer echt heel slecht hoe deze in elkaar zit. Je moet nog veel leren, maar als je zo doorgaat... kom je er zeker weten wel. Het geluid. Het geluid. Wat? Wat is dit slecht? Ik voelde wel zoiets aankomen. Maar het was nog slechter dan ik had verwacht.
What the fuck gebeurt hier? Wat is dit? Dit is toch niet echt een intro? Dat was echt de meest slechte intro ooit. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. En ik zit nog steeds met die ene man in mijn hoofd van die video met het gezicht. Daarom kan ik ook niet meer heel erg goed concentreren. Misschien merken jullie dat, maar ik ga je wel de Disco Donderdag beëindigen. Heb jij genoten? Druk op dat blauwe duimpje omhoog. Klik hiernaast op een andere video. Bedankt voor het kijken. Abonneer, reageer. Druk op het belletje. Doe het allemaal. En dan heb ik nog maar één ding gezegd tegen jullie. Dat is... Doei mensen!